Als betrokken inwoner van Almelo, vertegenwoordiger van de buurt A-straat, De Kreek en Roofstraat Noord en klimaatburgemeester, maak ik graag gebruik van de mogelijkheid een korte visie met u te delen over de plannen Almelo Centraal achter de molen. Ja, wij vonden het nodig als buurt, en ik spreek namens de buurt Roofstraat A-straat, om ons eens even kenbaar te maken en hoorbaar over de plannen rondom Almelo Centraal, achter de molen en spoorzone. Want wat houdt Almelo Centraal precies in? Nou, zoals ik het begrijp is het een verschrikkelijk mooi plan. Er komen nogal wat woningen inbreien in de stad. Nou, daar ben ik wel voorstander van. Dat betekent dat er in principe geen groen buiten de stad verdwijnt, maar in de stad braakliggende stukken. Onrendabele industrieterreinen zoals achter de molen, waar woningen komen. Maar ook, en dat is het gevaar, er ligt daar ook nog wel een stukje natuur. En eigenlijk willen wij graag dat dat onberoerd blijft. Want waarom moet dat stukje natuur onberoerd blijven? Nou, wie het een beetje kent, achter de Bella Vista straat, achter de kerk, daar stroomt het prachtige riviertje de A, Almelo, wel bekend. En een van onze trotse vliegt daar, dat is de ijsvogel. En die heeft dat stukje nodig. Die heeft een stukje ruigte nodig, een stukje bos nodig, overhangende takken nodig. De A is zijn snelweg en zijn voederplek, maar hij moet daar wel in de buurt kunnen zitten om te eten. Wat moet volgens jou de gemeente concreet doen om dit ijsvogeltje in zijn natuurlijke omgeving te laten gedijen? Afblijven van het gebied. Dat is heel kort. Dat is een beetje te kort, dat zal niet mogelijk zijn. Maar er ligt daar onder andere een stukje bos. Ik denk dat het van kogas is. Dat is afgesloten van twee kanten van hekken. Laat dat zoals het is. Misschien moet het nog iets groener worden. Er is wel wat achterstallig onderhoud. Maar laat dat zoals het is. En ook de verdere stroom van de A, maak er geen stadse fratsen, een stadspark van. Want dan heb je alleen nog maar groen, gras en de ijsvogel voelt zich daar niet thuis. Heeft dat ook gevolgen voor het aantal woningen dat daar gepland staat? Nee. Het aantal woningen kan gewoon gebouwd blijven worden. Wat verwacht je uiteindelijk? Ja, ik verwacht eigenlijk maar één ding, dat we gehoord worden. Dus een groene A en stromend water, helder water, visjes. En dat de ijsvogel, maar ook de eekhoorn, maar ook alle andere vogels die daar rondvliegen, kunnen blijven vliegen. En er staan al 3 ijsvogels in de binnenstad. Ja, maar die vliegen niet meer. Dus ik wil graag dat ze blijven vliegen. Toch? Dankjewel. Graag gedaan.